Ik ben Judy, ik ben 30 jaar oud, ik kom uit Syrië. Ik ben in november 2015 met mijn gezin uit Syrië gevlucht. Mijn dochter deed mee aan de Voorleesexpress in de bibliotheek. Irma was de voorlezer voor mijn dochter. Zij kwam bij ons thuis om voor te lezen, om te helpen met de Nederlandse taal. Ik vroeg haar om er een vrijwilligerswerk in de bibliotheek was. Er was een vacature en ik kon beginnen met een taalstage. Deze duurde ongeveer 3 maanden. Ik kon de taal spreken, veel luisteren, klanten helpen en de collectie opruimen. Ja, ik heb hier heel veel aan gehad. Mijn Nederlandstaal is goed vooruit gegaan. Ik ben nu een vrijwilliger in de bibliotheek als gastvrouw en ik ben ook een tolk bij de cursus. We geven een computercursus en ik vertel in het Arabisch. Ik geef de cursus ook zelf in het Arabisch. Ik hoop dat ik samen met mijn gezin gelukkig word in Nederland en dat mijn dochter een goede toekomst heeft.